Ik heb het heel erg naar mijn zin. Het is heel hard werken, maar het is zo ontzettend leerzaam. En elke dag zie ik nieuwe dingen, leer ik nieuwe dingen. En dat vind ik wel echt heel bijzonder. Ik vind dat ik heel mooi en bijzonder werk heb. In Icasia zijn we er trots op dat we ons met hoofd, hart en handen inzetten voor de patiënt en elkaar. We zijn een middelgroot ziekenhuis waarin je vrijwel alle specialismen vindt. Met elkaar werken we aan continu verbetering van onze kwalitatief hoogwaardige zorg. Samen zijn we beter voor elkaar. Welkom op het OK-complex. We zijn nu op de Holding and Recovery en we nemen jullie mee naar de operatiekamers. Als operatieassistent heb je eigenlijk verschillende functies. Je kan omlopen, instrumenteren of assisteren. Als instrumenterende sta je aan tafel. Dan zorg je eigenlijk dat de operateur verder kan met opereren. Dus je zorgt dat al het instrumentarium juist op tijd bij de operateur is. Dat je alles op tafel hebt liggen. Je houdt de gazen bij, de naald erbij. Ja, je zorgt eigenlijk dat alles in goede banen verloopt aan tafel. Met de chirurg en met de assisterende. En als omloop ben je eigenlijk de schakel tussen het steriele veld en het onsteriele veld. Dus dan zorg je dat je instrumenterende weer door kan en dat alles eromheen goed en soepel verloopt. Ik denk dat het heel bijzonder is omdat je op de OK echt in een soort eigen wereldje komt. Alles loopt zo gestroomlijnd, het is echt een super geoliede machine waardoor iedereen ook heel duidelijk weet wat zijn taak is. En je verricht gewoon heel mooi werk als team. Geen enkele rol op de OK kan je missen, want iedereen is nodig. En zo maak je samen wel echt, ja, heb je wel echt een mooie prestatie dat je mensen helpt. En dat vind ik heel mooi. De opleiding duurt ongeveer 2 jaar 10 maanden. Je wordt opgeleid volgens EPA. Dat zijn eigenlijk allemaal kleine bouwstenen waarbij je toewerkt naar je diploma. En wat ik vooral heel fijn vind aan de opleiding is dat je praktijk en school echt samen doet. En in het begin ga je dan iets meer naar school, maar je staat wel vanaf week 1 eigenlijk al op de OK. Wat je op school leert, dat zie je eigenlijk gelijk in de praktijk en dat kan je ook gelijk in de praktijk toepassen. En dat vind ik echt super, super prettig, want dan leer je gewoon heel snel. Je werkt hier met werkbegeleiders, dat zijn collega's die gediplomeerd zijn. En deze werkbegeleiders die zorgen er eigenlijk voor dat ze weten hoe ver jij ongeveer in je proces bent. En die houden dat een beetje voor in de gaten. Aan iedereen kan je wat vragen en iedereen staat ervoor open om je te helpen. Ik vind het allerfijnste om met Icasia te werken, omdat ik vind dat de cultuur hier gewoon heel fijn is. Als je heel veel interesse hebt in het menselijk lichaam, in de anatomie en vooral ook het waarom en hoe erachter. En dat je dan ja, daar iets mee kan doen en dat je kan zien hoe, ook echt zien hoe alles werkt. En je, je bent er heel technisch mee bezig. Als je verpleegtechnische handelingen erg leuk vindt, dan is het denk ik echt wel wat voor jou. Maar dan moet je ook wel ja, van de snelheid houden, van de diversiteit en het ook kunnen hebben dat het soms niet helemaal loopt zoals je verwacht. Want ja, er kan natuurlijk van alles gebeuren en dat is heel leuk dat het niet zo routinewerk wordt. In Icasia maak jij het verschil. Kom je ook werken bij Icasia? Bekijk de vacatures op werkenbijicasia.nl.